Hey jongens, welkom bij deze video. Ik neem dit nu op nadat ik de video heb opgenomen. Dus ik ben een beetje in een down mood, want je ziet het zo in de video. Maar vandaag doe ik de Try Not To Cry Challenge en dit heb ik van Sarah. Sarah heeft deze video namelijk ook gemaakt, dus ik zal haar video linken in de beschrijving. En laten we meteen beginnen met de video. ค่ะสมภพค่ะ zo leuk 9 เต็ม 10 ค่ะ ik kan het verstaan อาภาค่ะ แม่ไม่รักผม แม่ ไม่เคยมีเวลาที่จะสนใจผม ป้าค่ะ ป้าค่ะ ขอเลี้ยงไฟแช็กหน่อยค่ะ ไม่เคยมีเค้กวันเกิดเหมือนคนอื่นๆ เฮ้ยพบแม่งมาว่ะพบทำไมไม่อยู่ที่นี่แทนที่จะเอาเวลามั่วสุมกับไอ้ทำการบ้านแล้วเงินที่แม่ให้พบไปโรงเรียนอยู่ทุกวันพบเอามาเล่นเกมเหรอพบไม่ต้องมาเถียงไม่สงสารแม่บ้างไหมแม่ก็ทั้งจะฟังความจริงจากผมแม่ก็ฟังดิในสายตาแม่ผมมันเป็นแค่เด็กไม่รักดีไม่ใช่ก็แค่คอมอ่ะ ผ่อนน้องก็ได้นี่แม่ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะฉันจะเอาที่ไหนให้แกถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่เลยทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วฉันไม่ให้แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้างสนใจแต่เรื่องของตัวเองก็อยู่เป็นคนเดียวแล้วกันนานแล้วคอมก็พร้อมคมนะครับขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคครับผมขอบคุณครับพี่ ฮัลโหลครับครับอ่ะครับไม่ก็อยู่เป็นคนเดียวแล้วกันนี่ zeg niet dat ik denk dat het is เดี๋ยวชามดิเซเล็กเป็นผมเองต่างหากที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง Maar het raakt me heel erg omdat ik thuis ben en ik kan alles verstaan.
Ik herken het gewoon heel erg dat meh, dat mama, ik bedoel, meh betekent mama, dat je moeder, je ouders heel veel voor je proberen te doen. En dat je soms gewoon niet grateful bent. En dat je alleen maar denkt dat het hun schuld is, maar het ligt gewoon aan jezelf en je ziet het verkeerd. Ik weet, oh, het raakte me echt heel erg. Opeens begon ik zo hard te huilen. Thais is. Snap je die cultuur? Dat. Melako. Die mebo qua. Tamkan melako. Leerdom men. Ik zei dus dat die moeder zei van. Tamkan baankon. Want hij kocht games en zo. En toen zei ze: ja, doe eerst je huiswerk. En dat herken ik zo erg. Maar altijd als ik deze video's kijk, denk ik, oké, ik ga veranderen, maar daarna ben ik weer hetzelfde. Maar oké. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Het is een beetje anders afgelopen als ik dacht. Maar ja. Raak me. Leuk op en gondi. Dat betekent, hou van je moeder. En wees een goed persoon. Like nog even deze video. En subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer met een vrolijke video. Anyway, I felt them, helped them, put them on lock, seat belt them, took them out to Belgium. Welcome.